Raymond Mens had een plan om samen met Johan Derksen een docuserie te maken over de Amerikaanse verkiezingen. Ze zouden deze zomer naar de VS reizen om de sfeer te proeven. Maar dat plan is van de baan, want SBS 6 heeft er geen interesse in. Raymond Mens onthulde een half jaar geleden dat hij met Johan Derksen aan het werk was aan een tv-project over de VS. Ze wilden de kijkers laten zien hoe de Amerikanen zich voorbereiden op de verkiezingen. Maar hij zei erbij dat het nog afhing van Talpa, de eigenaar van SBS 6. Talpa heeft nu besloten dat het programma niet paast bij de zender. Dat vertelt Johan Derksen in een item van de Oranje Winter. Hij zegt dat Talpa het idee heeft voorgelegd aan de publieke omroep, die het wel zag zitten. Maar de publieke omroep wilde niet betalen voor een programma met een Talpa gezicht als hoofdrolspeler. Johan Derksen zegt dat Remo Mens hem dat heel voorzichtig kwam vertellen, omdat hij dacht dat Johan boos zou zijn. Maar Johan zegt dat hij juist opgelucht was, omdat hij geen tijd had om drie weken weg te gaan. Hij zegt dat hij Rutger Kastricum, die door de publieke omroep werd voorgesteld als zijn vervanger, veel succes heeft gewenst. Johan Derksen vindt dat Rutger Kastricum een goede keuze is. Hij denkt dat Rutger het programma nu gaat maken met Raymond Mens. Raymond Mens bevestigt het verhaal van Johan Derksen. Hij zit ook aan tafel bij de Oranje Winter. Hij zegt dat hij het niet eens is met SBS 6, die het programma te politiek vond. Hij vindt dat het best scorende programma op SBS 6 ook heel politiek is, maar dat mag SBS 6 zelf weten. Raymond Mens zegt dat hij wel de afspraak heeft gemaakt dat hij met zijn tv-ID naar een andere zender mag gaan. Hij zegt dat SBS 6 dat goed vond. Rutger Kastrikum, die voor pound werkt, zegt dat Johan Derksen het nu op de zender gooit, maar dat het programma nog niet zeker is. Hij zegt dat het nog moet worden goedgekeurd door de publieke omroep. Rutger Castricum zegt ook dat hij niet in één hotelkamer wil slapen met de homoseksuele Raymond Mens. Hij zegt dat de NPO grote bezuinigingen verwacht door de PVV in de coalitie, waardoor er misschien maar één hotelkamer beschikbaar is voor twee presentatoren. Hij sluit af met een lach: Daar had ik nog wel even zo mijn twijfels over. Dus dit programma is nog niet rond.